Welkom bij de Belgische Ondernemers Podcast. Wie zijn onze Belgische ondernemers? Wat zijn hun strategieën en hun straffe verhalen? Welke leuke momenten en donkere periodes hebben zij al meegemaakt? We kennen allemaal de historiek van Willy Naas, Smartkoeken en noem ze maar op. Maar wat speelt er bij de gemiddelde KMO, de kleine zelfstandigen of evenzeer de start -up? Mijn naam is Christophe Rogge, ik ben zelf ondernemer. En in deze podcast interviewen we geregeld een ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele race om tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo allemaal, ja ja ja, aflevering 77 vandaag. Welkom bij de Belgische Ondernemers Podcast. We gaan er weer al, zoals steeds en altijd, direct invliegen met een self-made man. En als ik dat zeg, dan ga je straks aan het verhaal horen dat het ook effectief zo is gestart. Met uh, zichzelf en een collega in een, uh, of met een IT-bedrijfje. En vandaag, uh, ik ga het even aflezen, dat ik niet lieg. 16 filialen, um, 40 werknemers in zijn eigen groepje IT-provider, maar ook onderdeel van 250 man Sterk Actie. En Actie is een groot IT-concern. Ik had hem allemaal zelf laten vertellen. Um, ik ken hem goed, dus als het wat sociaaler wordt, mijn excuses op voorhand. Dag Bart, Bart Verhelst, welkom in de podcast. Hé, hey Christophe. Hoe is het zeer goed, zeer goed, dank je ja, Je ziet er nog altijd zo gelukkig, je ziet er altijd gelukkig uit, hè? Dat is eigenlijk frappant. Allee, dank je. Ik voel mij ook zo, ik voel mij gelukkig en uh, telkens als ik u zie, dan uh, <laughs> overvalt mij een gevoel van geluk. <laughs> <laughs> Oké, okay. ik zei net dat we sociaaler gaan worden. We gaan ook niet overdrijven, maar. Ah, Oké. Okay. <laughs> nee, 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 dank je wel daarvoor. Zeg Bert, um, ik zei het in de inleiding. Self-made man, dat is ook niet gelogen. Zeg mij eens hoe dat jij gestart bent destijds met je eigen firma. Ja, um, mijn eigen firma, die um, noemt IT-provider en dat was eigenlijk of is een, een computerbedrijf waarin dat wij KMO's ontzorgen. Uh, ontzorgen van al hun, uh, hun IT-zorgen, uh, hardware, pc's, laptops, netwerk, security, cloud-applicaties. En eigenlijk uh, een beetje een one-stop-shop zijn voor die KMO. En die KMO uh, zeggen wij altijd: is uh, 5, tot, tot 100 mm -hmm. uh, 5, 5 tot 100 medewerkers. Vijf tot 100 computers. Um, daar ben ik mee gestart in 2010, 2011. Toen een jeugdvriend van mijn vrouw Caroline, een West-Vlaamse uh, vrouw uh, mij vroeg van kijk, zie je dan niet zitten om uh, jouw uh, mooi betaalde job uh, uh, stop te zetten en mee in it in te stappen. En uh, dat leek mij wel iets, want uh, ik kwam van een, uh, uit een zelfstandig nest. Hè. Mijn ouders uh, hebben, of hadden een accountantskantoor, intussen zijn die brave mensen op pensioen gegaan. Uh, na een rijke carrière. Dus ik heb altijd uh, klanten zien binnen en buiten gaan bij mijn ouders. Uh, die met hun boeken afkwamen, die balans kwamen bespreken. Uh, die financieel advies uh, wilden voor hun zaak of voor hun privé. Uh, dus ik ben wel een beetje geboren in, uh, in dat nest van die, uh, die KMO's. Okay. Um, ja, en dan ben ik. Zeg maar, zeg maar hoor. hoor. Dan ben ik eigenlijk uh, na mijn studies informatica, toegepaste informatica, Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen, um, bij Organi terechtgekomen, een, een softwarehuis. Waar ik uh, eigenlijk heel snel ben geoutsourced naar Aalers, een, uh, een wereldwijd shipping- en logistiekbedrijf. En binnen Aalers, uh, op de Noorderlaan in Antwerpen, was ik verantwoordelijk voor de, de helpdesk, voor uh, het onderhouden van servers projecten uit te voeren, dus ik heb heel wat technische bagage kunnen verkrijgen daar en ik heb daar ook een heel aantal jaren gefreelanced voor de firma Xilos. Xilos en Alers dat zat in dezelfde aandeelhoudersgroep en zo heb ik eigenlijk heel veel kansen daar gekregen, maar ook wel ergens gevoeld dat het enterprise of corporate niveau dat die kennis die ik daar opdeed wel heel interessant kon zijn voor de KMO markt. Ja. Je probeert het een beetje te verstoppen. Uh, dat is niks, dat komt zometeen wel los als je wel meer uh, in de flow zit. Maar je zet van Antwerpen en we zijn nu kwijtgeraakt al eens Vlaanderen, zo simpel is het, we gaan het zo zeggen. Maar um, destijds een IT-firma starten, was ook al vrij competitiegericht, toch? Hè? Of ik het? Want je hebt wel je opleiding, van daaruit ben je daarmee ingestapt. Maar er is een periode geweest dat we met een steen konden buitengooien en we zouden wel een IT'er raken. Had je daar niet iets van terughoudendheid of was gewoon full force erin? Heel goede vraag. Nee, um, ik had wel ergens wat schrik van die competitiviteit. Want ik kwam vanuit uh, Antwerpen uh, in een beetje een, een, een enterprise, dat heeft een grote KMO-markt. Uh, met stevige budgetten, met veel mogelijkheden. Ja, en als ik dan uh, bij mijn ouders langs ging uh, of uh, aan de tafel zat. En die vertelde van, oh, we hebben hier uh, een Ford Garage met wat IT-problemen. En we hebben hier een loodgietersbedrijfje met wat IT-problemen. En we hebben een naam doorgegeven. En we hebben een telefoonnummer doorgegeven. En kun jij daar eens gaan kijken en je advies gaan geven? En um, ja, daar begon zo'n beetje dan toch wel, begon ik te voelen van, als ik dat hier goed doe, ja, dan worden die mensen klant. En dan gaan die naar mijn advies luisteren. En dan dacht ik van, ja, goed. Antwerpen is, is, is een wereldstad. Um, dus, dus dat stuk bescheidenheid kan ik nog altijd niet wegsteken. Ja. Uh, um, dus ja, daar, is wel, daar zijn wel heel wat stevige, uit de kluiten gewassen IT-bedrijven. Um, die intussen niet meer bestaan of opge, opgekocht zijn. Uh, dus allee, ik zag daar wel wat tegenop, tegen die concurrentie. En dan dacht ik: van pff, om hier uh, een klein uh, garnaaltje te gaan spelen in een, in een grote vissoep, daar heb ik precies niet zoveel zin in. Maar dan. Leerde ik mijn vrouw kennen, een West-Vlaamse. Begon ik ook heel veel naar de familie te gaan in West-Vlaanderen. En dan zag ik toch wel dat er heel veel KMO-bedrijvigheid is. Heel veel uh, kleine bedrijfjes uh, tot grotere bedrijven, uiteraard ook. Maar die markt is daar veel intenser op KMO gericht. Ja, veel zelfstandige en... daar, hè? Absoluut, ja. ja. En ik begon dan ook zo in de zelfstandige kringen uh, rond te lopen... Uh, op, op café te gaan op, op vrijdagavond na, na het werk en dus heel veel kleine zelfstandigen te spreken. Ja, en dat voelde ik wel aan als: van oké, okay, hier is echt wel een markt. Hier is echt wel, uh, hier moeten we zijn. En als we hier in deze markt een goede service kunnen neerzetten, ja, dan gaat dat als een, een lopende trein vertrokken zijn. En dat is effectief ook gebleken. Ja, want je bent gestart met twee man, al snel uitgebreid. Wij hebben elkaar trouwens leren kennen, denk ik, in de periode van twee of drie man. Ja, dat is wel iets. Voilà, ja. toen ik uh, zelf mijn printerbedrijf nog had, hè, dus ik uh, zette de printers, uh, jij deed de IT, daar kwam het op neer. We hadden een goede samenwerking daarin. Het uh, was heel fijn werken met jou, maar um, het is ook niet allemaal roze geur en manenschijn. Hè, daar, daar is uh, het een en ander uh, intern bij jullie gebeurd, waardoor jij beslist hebt: van oké, okay, dan ga ik alleen verder. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je helemaal juist. Ja. Okay. Ja, mijn vernoot en ik wij kwamen uh, op zich uh, zeer goed overeen. Maar op een bepaald moment hadden wij een andere visie over de toekomst. En uh, uh, ja, we hebben dat even proberen uit te stellen. Maar uiteindelijk was dat de beste beslissing om ieder onze eigen weg te gaan. Je gaat er heel vlot over. Maar dat is een zeer drastische en uh, moedige beslissing. Ik denk dat nu heel veel ondernemers die met een vernoot werken in dezelfde situatie zaten, zitten of ooit zullen zitten. Hoe ben je daar zelf uh, mee omgegaan? Oh, op dat moment zelf, um, ik, ben, ik ben nog nooit gescheiden, dus ik kan dat moeilijk vergelijken. Maar ik hoor wel van mensen die wel gescheiden zijn dat dat uh, vrij intens is. Ik um, kan u wel het een en het andere vertellen als je wilt, maar dat gaan amala. we nu niet doen. <laughs> dat gaan we nu niet doen. Um, dus allee, van, van eh, ervaringsdeskundigen dan uh, hoor ik dat dat toch best intens is. En ik heb dat zo ook ervaren. Eh, op een bepaald moment voel je van: ik voel mij me niet meer echt gelukkig in, uh, in die samenwerking. Want allee, je ziet. Heel veel uren per dag uh, meevenoot uh, samen in één bedrijf, samen te werken, samen naar een bepaald doel uh, te werken. En als je dan voelt dat dat uh, wat moeilijk wordt, dat je er eigenlijk een andere lange termijnvisie op nahoudt, ja, dan, dan wordt dat heel moeilijk werken. En ik zeg tegen veel mensen: van Mocht ik dat ooit opnieuw doen, hè, zo one-to-one zo -one, met twee venoten, ieder 50-50 in een zaak stappen. Dan zou ik um, vooral de, de, de krijtlijnen, de spelregels, veel duidelijker uh -huh. uh, op papier zetten. En uh -huh. ook veel duidelijker uitspreken: van kijk, oké, okay, we beginnen nu vol goede moed en we gaan samen naar dat tool toewerken. Maar wat als dat niet lukt, hoe gaan we dan de, de boedelverdeling regelen en hoe gaan we dat hier aanpakken? En de gekste nu. details op papier zetten, hè? Ja, absoluut. Ja, dus dat zou ik zeker als tip meegeven. Van de volgende keer zou ik dat allemaal veel duidelijker in aandeelhouwersovereenkomsten neerpennen. Mij ook laten begeleiden door de juiste juridische mensen. Um, en goed, dan denk ik dat zo'n scheiding minder pijnlijk zou zijn. Ja, ja. Nee, helemaal akkoord. Ik heb het geluk gehad dat ik dan. No ik heb nooit ruzie gehad met mijn vernoot, geen dag. Ik heb er heel veel geluk mee gehad. Althans kan ik wel zeggen dat onze tot in het kleinste detail mogelijke ruzies of beef, dat dat wel op papier stond op voorhand. Want goede vrienden maken goede afspraken, of andersom. Um, maar dan kan ik iedereen die luistert ook aanraden, als je met iemand zaken doet, zorg dat het op papier staat voor het moment dat er iets gebeurt. Huh? Um, je bent dan alleen verder gegaan. Jij hebt de beslissing genomen, Bart, van oké, okay, dan is IT-provider vanaf nu van mij, los van alle ontwikkelingen daar rond. En uh, je bent verder gegaan. Klopt. Ja. Vertel. Ja, in het begin was dat uh, best spannend, want uh, plots stond ik er alleen voor. Uh, je hebt je dan wat in de schulden gestoken. Uh, je hebt wat trouwe medewerkers rondom uh, jou lopen. Uh, ook, ook heel wat uh, goede, lo loyale klanten, uh, die al een jaren klanten waren die, die je steunen in uw in keuze. Um, ja, en je begint dan dat vooral en dan. Voel je gewoon aan alles. Van, hey, ook, ook partners zoals jij en, en Guy destijds. Aan, ja goed, nu, nu is het voor en Nu moeten we hier uh, de beuk erin zetten. Um, en dan ben ik eigenlijk het plan dat uh, in mijn hoofd uh, al wel een hele tijd zat. Uh, vol beginnen uitvoeren. En dat is... Uh, mensen bij aanvaarden, mensen opleidingen laten uh, volgen, uh, het kwaliteitsniveau van onze dienstverlening naar boven trekken, de implementatie van een ERP-systeem, uh, de financiële afwikkeling binnen het bedrijf veel nauwer gaan opvolgen, veel beter gaan, gaan sturen, uh, bepaalde opleidingen ook zelf gaan volgen. Ik heb op een bepaald moment uh, een soort mini-MBA gevolgd van uh, VOCA. Um, en dat heeft mij ja, heel, een heel mooi en breed netwerk gegeven van, van familiebedrijven. Uh, mensen die samen in familie een, een, een stevig bedrijf runnen. En dat gekoppeld hè, theoretische kennis aan hun praktische ervaringen s'avonds uh, aan de toog met een pint erbij, ja, heeft mij eigenlijk uh, echt een boost gegeven. Dus uh, in mezelf geïnvesteerd uh, ge uh, ge qua opleidingen, ook heel erg geïnvesteerd in, in netwerken. Ik, ik was lid van JCI. Ik was toen nog onder de 40 jaar, dus ik heb daar ook heel veel energie in gestoken, heel veel mensen leren kennen in West-Vlaanderen. Wat als, als inwijkeling niet zo evident was in het begin. Maar ja, eigenlijk door, door mij echt dubbel en dik in te zetten, een heel breed netwerk gebouwd. En ja, het netwerk, hoe zeggen ze dat? That's what pays you off in the end. Ja. Yeah. Dat komt heel veel terug, altijd eigenlijk, bij elke ondernemer, bij mezelf ook. Ik ben nu elke ja. vrijdag tips aan het posten op Instagram. En ik denk dat ik al tien van die video's van ondernemers heb puur over netwerk. Dus dat is nee. effectief zo. Um, dat klinkt wel alsof dat jij 24-7 bezig wordt. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik denk uh, de periode 2011, hè, de start van ons bedrijf, hè, samen met mijn Venoten hebben we eigenlijk echt een jaar zeven uh, op zeven gewerkt. Uh, mijn tweede zoon werd uh, ook geboren in die periode, begin 2012. Dat was een vrij lastige uh, ja, geboorte, een uh, paar complicaties die gelukkig allemaal zijn uh, goed gekomen. Mm. Maar allee, dat komt dan eigenlijk als een cocktail op u af. Um, en inderdaad, ik denk dat wij ja, eerst samen, en dan ik alleen verder. Uh, toch een jaar of acht, negen ja, heel heel hard gewerkt heb. Um, heel hard gewerkt, ja, één door het allemaal wat zelf te doen. En dat bleek dan ook wel een van mijn valkuilen te zijn. Dat op een bepaald moment uh, medewerkers, toen we ook weer een, een coachingtraject aan het volgen waren, um, eigenlijk als feedback geven. Aan mij van kijk, ja, Bart uh, is machine. Bart uh, is hier alles uh, op zijn eigen voorkant aan tillen, uh, maait het gras wat onder onze voeten weg. En, toen dat, en dat was voor mij wel een eye-opener, dan dacht ik, van ja, maar als jullie meer verantwoordelijkheid willen, als jullie mee aan die kar willen trekken, fine by me, uh, met heel veel plezier zelfs. Mm -hmm. En dan ben ik de mensen die, waar ik voelde, die, die daar voor open stonden, uh, echt beginnen ondersteunen, en gezegd van kijk, nu is het aan jullie. En ik sta dag en nacht ter beschikking voor tips, voor vragen, voor, voor hulp. Uh, en dan is het bedrijf echt wel uh, stevig beginnen groeien. Ja, wat, wat deed jij dan nog enkel managen? Of verkocht jij ook nog? Ik verkocht nog, ja, ah ja dat is dat eigenlijk wij. sales. Ja. Eh, verkoop heb ik heel, heel lang bij mij gehouden, uh, vooral omdat ik technisch ben van achtergrond vrij vlot ben in de omgang. Um, ik denk ook wel goed kan luisteren naar, naar de noden van mensen en, en toch goed kan met de juiste vragen achterhalen van, van wat wil je nu echt zeggen en, en waar, waar zit het nu echt. En ja, ik, ik vond dat heel moeilijk om in de markt op zoek te gaan naar een uh, profiel die dat zo wat kon, kon overnemen, die sales. Ja. Uh, ook vooral omdat wij in een business zitten. Ja, bij ons koopt het niet eens een keer een printer of eens een keer een tafel. Nee, bij ons is het: uh, je, je koopt een dienstverlening die dag in dag uit moet waargemaakt worden. Ja. Uh, dus je moet een gevoel, je moet een, een vorm van vertrouwen uh, kunnen verpakken en kunnen verkopen. En ja, daarvoor moet je authentiek zijn, want als je dat niet bent, dan lukt dat niet. Je kende iemand, maar hij was niet vrij. Zeg het maar, Bart. Helemaal juist. <laughs> nee, dat uh, klopt wel. Ja. Ja. <laughs> uh, dank u. Maar uh, je los van de sales, aan het managen, uw manager, Geen makkelijke. Ik ben ooit van verkoper naar zaakvoerder overgestapt. Naar salesmanager naar zaakvoerder. Ik weet dat het niet simpel is om die transitie te maken. Om veel los te laten, Bart. Want mm -hmm. eigenlijk moet je op dat moment drie vierde van je bedrijf afgeven. Hè? Mentaal. Helemaal juist. Ja. Ja. Klopt. Ja, maar gaan eigenlijk gaan heb je als zaakvoerder uh, heel wat patches op. En, hmm. en je moet toch op een bepaald moment een keuze daarin gaan maken. En zeggen: van Kijk, ofwel manage ik de, de tent, ofwel focus ik mij volledig op sales. En daar is absoluut niks mis mee. Want ik ken zo nog zaakvoerders die absoluut niet goed zijn in het managen, maar die wel heel goed zijn in sales. Um, maar ja, dan moet je eigenlijk de juiste pionnen uh, op het bord beginnen verzetten, zoals in een schaakspel. En. Uh, ja, daar, daar moet je wel een beetje inzicht in hebben hoe dat ja. je dat moet doen. Is wel goed gekomen, maar had jij destijds op die periode zelf een mentor, iemand die jou manageerde, Of is het allemaal. We zullen we wel zien. Vooral, we zullen wel zien. Vooral okay. uh, dat uh, in combinatie met toch wel een, een open geest van. Uh, ja, de, uh, vooral dat netwerk ook, denk Dus één ja. open geest om van: ik luister naar anderen. Want allee, ik kan zo niet één mentor bedenken, maar. Het moeten er tientallen geweest zijn. Ik pik eigenlijk uit elk gesprek en uit elke interactie met andere mensen wel iets op. En dat gaat dan ergens in mijn koker. En dat mix dan wel rond. En vroeg of laat komt daar wel iets uit. Um, dus het zal een combinatie geweest zijn van heel veel mensen en heel veel interacties, onder andere ook met u. Ja, klopt, inderdaad. Daar heb ik alleen maar van afgeleerd. Ik kan niet... <laughs> Sorry, ik moet er af en toe iets anders, <laughs> iets anders tussen gooien, Bert, want anders wordt het te serieus en dat wil niemand. Bert, um, niet. je hebt dat heel goed gedaan, die periode. Je bent daar ook heel sterk uitgekomen met IT-provider, het bedrijf op zich. Dan ben je benaderd geweest, klopt dat? Uh, ja, vooral uh, in eerste instantie door een bevriende ondernemer, zoals jij, een partner eigenlijk, een softwarepartner, uh, Stefan. En Stefan die. Um daar begonnen we zo wat meer en meer business mee samen te doen, waarin dat hij uh, de software leverde en IT-provider de cloud-infrastructuur. En die samenwerking verliep zeer goed, in, in, in zeer veel respect naar elkaar toe. Uh, wij willen geen software doen, zij willen geen uh, hardware en infrastructuur doen. Dus allee, dat was een match uh, made in heaven. En op een bepaald moment gaan wij eens lunchen om onze samenwerking te bespreken. En zegt Stefan mij van Gobart, uh, heb je al eens nagedacht over. Uh, je bedrijf te verkopen. Ik zeg, oh, Stefan, ik ben 37 jaar, het is veel te vroeg, uh, ik zie mij dat hier nog doen tot mijn 65, dus, uh, it's not gonna happen. Mm. En het bedrijf was succesvol, dus wij werden uiteraard links en rechts, vooral binnen de sector al wel eens benaderd, van, uh, oh, IT-provider, leuk bedrijfje, hij wilde niet bij ons uh, meekomen doen. Um, maar ik wou mijn eigen verhaal vooral verder schrijven, dus... Um, Stefan om ons een verhaal te vertellen en eigenlijk is dat uh, het verhaal van een, een leveraged buy-out uh, met een Antwerps bedrijf die eigenlijk daar een, een ja, commercieel model van gemaakt heeft um, waarin dat je enerzijds een transactie doet, dus je bedrijf effectief wel verkoopt, maar eigenlijk tegelijkertijd... Uh, terug instapt als referentieaandeelhouder en dus eigenlijk als kapitein op het schip uh, verder het schip blijft besturen ja. maar wel aange aangevuld met een professionele raad van bestuur uh, een kleine rapportageverplichting naar uh, vooral wat uh, investeerders die die in jou geloven als ondernemer en zeggen oké okay, we gaan uh, ons centen ons euro's hier steken in u en dat heb ik gedaan in 2020 om naar het beraad van: ja, goed, eigenlijk gaat er voor mij niet zo heel veel veranderen. Ik kan nog altijd de koers van, uh, van het schip bepalen, ik ga nog altijd groeien aan de snelheid die ik zelf kies. Uh, maar toch kan ik uh, mijn, mijn privévermogen zo, zo uh, een beetje ja, uh, correcter trekken. Want in die end zat, zat eigenlijk gans mijn vermogen in een IT-provider, mm -hmm. die het, op zich het wel goed deed, maar ja, een klein bedrijf was, dus uh, ook wel kwetsbaar was. En dat besef begon ja, door te stijpelen bij mij, van goed, het gaat nu allemaal zeer, uh, zeer goed. Maar wie, wie belooft mij dat dat zo nog gaat blijven? Um, Als ik het in beurstermen mag uh, verwoorden, dan hebben we niet eruit gehaald en speelde met de winst verder. Voilà, eigenlijk moet het zo'n beetje vergelijken. En ja. dat was ook exact wat dat, uh, de, de commerciële mensen van, uh, van dat bedrijf mij vertelden: van ja. Nu hebben je bewijzen van spreken één aandeel Apple. Uh, en dat gaat allemaal zeer goed. Maar ja, wat als morgen Apple door Google of door iets anders wordt voorbijgestoken, of in een claim terechtkomt uh, van de, de Amerikaanse overheid en. Uh, een miljardenboete krijgt. Allee, wat zet je dan nog met je één aandeel? En dat, die gesprekken, dat heeft mij echt tot denken gezet van ja, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? En als ik, als ik nu echt wil groeien, hè, niet alleen voor mezelf, maar, maar even voor mijn medewerkers en die mensen kansen geven en ook voor mijn klanten om die service nog naar een hoger niveau te krijgen, ja, dan moet ik hier, hier iets gaan doen. Dus dat was in 2020 uh, de leverage buyout. Ja, de fameuze smart deals, zoals Smart je kent deal, staan. Ja. Ja, ja, wat absoluut. in die periode 2020 tot eigenlijk tot vorig jaar, want nu hoor ik zelf daar niet zoveel meer van, misschien dat ik er niet meer ja. mee bezig ben, een goede drietal jaar lang is dat bijna wekelijks op LinkedIn verschenen. En niet alleen over jou, over heel veel bedrijven die je smart titel stapten. Ja. Hè? Klopt, uh, klopt. En het bedrijf ja. dat dat doet, is SDM, uh, die nu intussen ook een poot heeft in West-Vlaanderen, uh -huh. en is daar bijzonder succesvol mee. Ja. Uh, dat, ja, absoluut. Dat bedrijf, uh, toen, toen ik mijn Smart Deal deed in 2020, uh, was SDM uh, een tent van een, ja, 12, 12, misschien 15 mensen. Intussen zitten die aan 35 mensen uh, en zijn daar heel veel ondernemers uh, die, die ook uh, zeer sterk, zoals ik, geloven in dat concept en die dat doen. En met de vergrijzing die om de hoek uh, komt hmm. kijken, denk ik, en denkt ook SDM, dat dat alleen maar gaat versnellen. Dus uh, ja, dat is echt een succesformule. Ik kan okay, die maar... iedereen warm aanbevelen. Wel, dat was je net aan het doen. Maar als je nu meer in detail gaat, niet echt in detail, maar als je het nu nog een beetje um, verder kunt toelichten, wat verandert er juist voor u als ondernemer? Want uh, oké, okay, je krijgt wat geld, je stopt er terug wat geld in, je mm -hmm. beslist zelf nog, denk ik, alles? Of, of is ja, daar al iets? Ja, het meeste. Ja, alle. Alles het meeste inderdaad, maar ik ga op uw vraag antwoorden, wat heeft mij dat eigenlijk nog extra gebracht buiten dit? Uh, dat is vooral durf. Uh, ik zat in mijn achterhoofd, eh, dus met, met een beetje dat salesprobleem, dat ik zei van ja, die sales houden kampachtig bij mij. Uh, om dan te groeien puur organisch, dat is niet meer zo evident. En echt ergens in mijn achterhoofd dacht ik van: ja, goed. In plaats van hier heel veel energie te, en, en centen te steken in marketing, in sales, in, in het optuigen van een salesploeg, een salesmanager aan het hoofd. Uh, ik had er ook al wilde verhalen van gehoord van andere ondernemers die daar niet in geslaagd waren. Mm -hmm. Dus dan dacht ik van: ja, in plaats van al die risico's en al dat pionierswerk hier zelf te gaan doen. Is misschien gewoon slimmer om andere bedrijven te kopen. Want die hebben al klanten, die hebben al medewerkers zitten. En als we dat uh, een beetje in onze formule kunnen, kunnen omtuigen, ja, dan, dan worden die bedrijven nog uh, sterker en nog krachtiger. En dan kunnen we misschien zo een groep beginnen vormen. Uh, en dat zijn we dan effectief ook beginnen doen. En die durf, ja, die, die zat ergens wel in mij, maar ergens had ik die. Uh, die smart deal nodig om, om pas echt op die gas te beginnen duwen. Ja, de fameuze buy weer, Sorry. Ja. En ook weer dus dat netwerk uit te breiden. Hè? Want dat was dan eigenlijk, uh, laat ons zeggen, de derde reden waarom dat ik met SDM in zee ging. Uh, dat is een club van ondernemers die eigenlijk allemaal hetzelfde hebben gedaan als mij. En je investeert in elkaars bedrijf, hè? als je dat wil. Dat is geen verplichting, maar als je dat wil. Uh, en dat maakt het wel heel krachtig, want uh, zo begint je netwerk ja, heel snel aan te groeien. Met andere woorden, jij zit in meerdere bedrijven nu. Klopt, als uh, laat ons zeggen, een passieve in investeerder. Um, maar ze mogen mij even, even goed bellen, die, uh, die collega's waar ik in geïnvesteerd heb, om uh, iets actiever te worden. Uh, maar dat is geen verplichting. Je ja. um, ja. ge ge hebt daar een, een aandelenpakketje dat je dan kunt kopen, stille nood, En ja. uh, gezien dat je in dezelfde constructie zit onder de SDM-vlag. Misschien niet, maar geconsolideerd ja. door SDM. Uh, weet je waar ze mee bezig zijn en is het al wat vertrouwelijker om te investeren? Klopt. Klopt, aangezien dat iedereen door datzelfde proces moet, die voor zo'n mm -hmm. smart deal kiest, en door datzelfde due diligence traject en diezelfde gesprekken moet doen, en er zijn een aantal criteria waar je moet aan voldoen om in aanmerking te komen voor zo'n smart deal, ja, dan weet je eigenlijk van dit is een kwaliteitslabel en mijn investering die ik erin ga doen, dat gaat... Er pal op zijn. Uh, dus eigenlijk ben ik door dat te doen, net zoals al die andere collega's daar, uh, geëvolueerd van, van ondernemer naar ondernemer-investeerder. Ja, ja ik heb sowieso een meeting meegemaakt, dat is inderdaad zeer uh, in detail. Nu, je hebt het dan gedaan, je gaat dan op zoek naar die buy and build zoals dat heet, en dan heb je effectief een eerste bedrijfje overgenomen of ingekocht? Overgenomen. Ja, ja, het ja. eerste bedrijf, dat was uh, Lovatech, in uh, toen nog Zaventem. Dus ze zijn verhuisd vorig jaar naar Diegem. <laughs> Ik dacht dat Zaventem was... veranderd was van naam. Nee, <laughs> Ik was nee, even nee. niet mee. Ja, ja. Dus ons kantoor, daar hebben ja. we verhuisd naar, naar Diegem. Ja. Uh, en dat was eigenlijk een heel, heel spijtig, jammerlijk verhaal. Uh, een ondernemer, Lode noemde die, uh, en Lode had zeven medewerkers, had een mooi bedrijf opgebouwd, die eigenlijk hetzelfde als it provider uh, wat wil zeggen vaste services uh, brengen naar die KMO-markt en vooral naar dokterspraktijken, de medische beroepen. Uh, mooi bedrijf uitgebouwd, toffe ploeg, heel gedreven ondernemer. En uh, we kenden elkaar een beetje vaag aan, een paar keren gespart met elkaar. Um, en plots belt hij mij en zegt hij: ja, ik heb het slechtste nieuws gekregen dat je kunt krijgen in het leven. En dat is dat je niet meer lang zal leven. Nee. Uh, dus die man had kanker gekregen, uh, is heel hard binnengekomen bij mij. Uh, en onmiddellijk ging ik eigenlijk in de modus van, kijk, ik moet hier helpen, want alleen het feit dat, dat ik hier het tweede telefoongesprek uh, ben dat die man doet. Dat was ook zo'n echte ondernemer van ah, we staan hier nu voor een probleem, we pakken dat hier aan. We pakken dat onmiddellijk vast. Dus die heeft eigenlijk uh, eerst naar zijn partner gebeld uh, of naar zijn ma om te zeggen van, uh, miserie. Uh, en de tweede telefoon was naar mij om te zeggen van, kijk Bart, jij moet zorgen voor mijn medewerkers, voor mijn klanten en ik wil dat jij het schip in een veilige haven uh, loodst. Okay. En ik weet dat jij dat gaat kunnen. Ik weet ook dat jij de juiste uh, financierders achter je hebt zitten met SDM, met die, met die ploeg en, ik ik heb er vertrouwen in je nu en laat ons dat hier zo snel mogelijk regelen. En dat is effectief ook gebeurd op, uh, op twee maanden tijd waar wij helemaal rond. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ja, eigenlijk is dat mooi. Dat is puur vertrouwen dat hem daar even uitstraalt. Absoluut. Um, ja. heb, je het, heb je het schip kunnen begeleiden naar een veilige haven? Absoluut, ja. absoluut. Um, Lovatech bestaat nog altijd uh, vandaag. Um, Loopt nog steeds rond onder zijn eigen brand. Intussen hebben wij Lode daar vervangen door een, een buy-in manager. Dat is Arnaud. Uh, en Arnaud heeft eigenlijk die ploeg goed bij elkaar kunnen houden, die klanten goed blijven servicen. En voorzichtig zijn we nu wel aan het kijken, de, de laatste twee jaar naar wat groei. Uh, en willen we ook dat team daar wat gaan uitbreiden en uh, ja, meer klanten ook uh, bedienen. Uh, dus ja, dat is een verhaal dat uh, heel goed afgelopen is. Oké, okay. ja. leuk om te horen, nu dat je aan het zeggen bent van we willen wat groeien, wat meer klanten. Eén, het eerste dat ik dacht is, jullie nemen de tijd om het op een juiste manier te doen. Hoor ik graag, want tegenwoordig moet alles snel gaan. Maar ook twee, er is een enorme consolidatie bezig in de IT-sector. In alle sectoren, maar vooral in de IT-sector. Um, ja, jullie zijn daar ook een stuk mee onderdeel van. Jullie doen daar ook aan, aan mee, als ik het zo mag zeggen. Maar... Wat is eigenlijk daar de, de verwachting? Gaan we hier nog met twee heel grote IT-bedrijven overblijven die dan de markt servicen 50-50? Of gaat het zo vaart allemaal niet lopen? Ik denk beide. Um... Als we kijken naar Nederland, daar is die consolidatie, en dat is ook weer typisch uh, Nederlanders uh, of Hollanders in de volksmond, uh, dat gaat daar allemaal sneller. Mm. En die staan altijd een aantal jaren voor op, op ons Belgen, die iets behoud, behoudsgezinder zijn. Um, dus als je ziet, in Nederland is die consolidatie van die managed service providers, he, die, die, die andere bedrijven gaan servicen van A tot Z, geen dat wij eigenlijk ook doen, uh, is die consolidatie daar vooral gestreden. En zijn er eigenlijk drie grotere bedrijven overgebleven die uh, een bepaalde size nu hebben? Um, wil dat zeggen dat heel Nederland uh, ja, enkel maar die drie bedrijven is? Nee, want de IT is zo extreem groot als sector. Hè. Ik kan hier morgen een tafel vullen met tien IT'ers, dat mogen zelfs tien zaakvoerders zijn... En die gaan geen deftig gesprek kunnen, kunnen voeren. Want de ene is gespecialiseerd in AI, de andere in, in, in SharePoint, en uh, de, de derde in apps of power-apps. Uh, de vierde gaat maatsoftware maken, de vijfde doet infrastructuur zoals wij, uh, en nog een zesde zal met IoT en automatisatie in fabrieken bezig zijn. Dus die mensen kunnen. Eigenlijk niet praat met elkaar, omdat die markt extreem is uitgeduind. En dat is wel een enorm verschil met toen ik opstartte op mijn 16, 17 jaar. Dan kon je als generalist, iets kennende van computers, kon eigenlijk over alles wat meepraten. Of dat nu een printer, een domeinnaam, een website, een e-mailbox was. We konden eigenlijk overal wel een beetje over meepraten. En dat is vandaag voorbij. Dus ik denk dat er. Niet alles gaat dicht geconsolideerd worden, euh, maar binnen bepaalde aspecten van de IT ja, gaan we grotere spelers zien, ook in België. En dat is vandaag al bezig. Ah, Een heel nuttig antwoord, dank wel. Jullie zijn zelf opnieuw in zo'n deal gestapt, met zo'n grotere partij. Hè? Klopt. Ja. En die partij is, als ik me niet vergis AXI. Ja. A-X-I. Wat... Uh... Van waar komen zij, wat doen zij? Waarom nemen zij jullie over en wat is de ambitie daar? Ja, Actie is een uh, bedrijf dat in de jaren tachtig ontstaan is, uh, vanuit het uh, toenmalige VEV, uh, eh, Vlaams Economisch uh, Verbond. Dat Actie was eigenlijk, of de mensen die, die daar de IT-afdeling uitmaakten, uh, is eigenlijk uh, verzelfstandigd eh, onder de naam Actie. Um, en vrij snel hebben daar eigenlijk een aantal managers uh, ook een, een buy-out georganiseerd. He, niet, niet de founders, want die zijn dan uh, uitgestapt. Uh, of, of hebben nog een tijdje meegewerkt, maar zijn dan uiteindelijk uitgestapt. En eigenlijk is daar een, uh, ook een, ja, een buy-out, een leverage buy-out, zoals een smart deal. Uh, maar dan in, in ver vervlogen tijden is dat eigenlijk ontstaan. En is dat bedrijf uh, gaan focussen op twee zaken. Enerzijds het uh, ontwikkelen van software. Uh, vooral gericht op de retailmarkt en op de, de overheid eh, of overheidsdiensten, zowel in België als in Nederland. Um, en is dan ook, uh, ja, aangezien dat ze software maakte, heel snel, net zoals ik, in contact gekomen met infrastructuur. He, want die software moet gehost worden. Um, dus heel snel zeiden die klanten, en dat zijn dan traditioneel grotere klanten, he, lees meer dan 200 werkplekken. Um, dus in die corporate enterprise market uh, heeft Actie heel snel gehoord: van goed, we hebben hier nu goede software. Uh, dat moet hier ook gehost worden. Uh, we zullen wij daar een afdeling voor opstarten. En dat was dan het zogenaamde Actie Digital. Um, dat heeft heel mooi en heel uh, organisch gegroeid. Um, daar zijn een aantal uh, financierders uh, ingestapt, hè, telkens met een, een mooie termijn van vijf, zes jaar, laat ons zeggen. Um, en ook een heel grote uh, medewerkersparticipatie. Dus heel veel medewerkers van Actie zitten in het kapitaal van uh, Actie. Um, dat heeft ja, een, een prachtige dynamiek gegeven. Uh, het bedrijf heeft uh, zeer sterke waarden, is zeer mensgericht, hè, zowel naar de medewerkerskant als naar de klantenkant toe. Uh, dat is echt de sterkte van het bedrijf. Heeft heel wat know-how, uh, heel wat anciëniteit uh, in, uh, in het bedrijf zitten. Um, en eind 2022 is daar een nieuwe. Financiële partner aan boord gekomen. De, een jong fonds, uh, Strada en Partners, uh, wordt geleid door uh, Matthias en Bart, twee uh, zeer competente kerels die ja, het klappen van de zweep kennen, die uh, van grote gerenommeerde private equity huizen komen en uh, heel wat ervaring hebben in de financiële centra zoals Barcelona, Londen, Amsterdam. En die zoiets hadden van goed, we gaan dat nu op onze thuismarkt doen. We gaan uh, met uh, geld van investeerders, gaan wij hier een, een zestal platformbedrijven kopen. En die zes platformbedrijven gaan wij heel stevig laten opschalen. Uh, door overnames, door buy and build, door organische groei. Uh, heel gedreven mannen, hebben er een uh, zeer gedreven spirit in gekregen. En actie was het eerste platformbedrijf. Uh -huh. En dus uh, ja. Vrij snel na, na de aanstelling van Strada is ook de strategische keuze gemaakt van we gaan stra, uh, Actie Software en Actie Digital gaan splitsen als twee aparte bedrijven met twee aparte uh, boards, twee aparte aandeelhoudersstructuren. Uh, vooral omdat zij dat, en in mijn ogen uh, is dat helemaal juist, dat zijn twee andere type van of twee andere takken van sport het maken van software het verdelen van software een beetje het, het visma model achterna van een teamleader en dergelijke meer dat als je dergelijke bedrijven koopt en onder een koepel plaatst ja dat is een heel andere dynamiek dan hetgeen dat wij aan het doen zijn met actie digital en ja waarin dat wij proberen om één groot infrastructuurbedrijf te bouwen Um, dus ja, ik denk, ik denk een zeer logische keuze. Um, en naast die keuze om het bedrijf te splitsen, was ook wel een heel bewuste keuze van Strada samen met het management uh, om uh, heel hard te gaan inzetten op buy and build en overnames. Om zo'n heel stevige groei te kunnen neerzetten. En Strada komt, uh, ja, laat ons zeggen, rond mei vorig jaar uh, bij ons aan tafel bij SDM. Uh, nodigt ons uit voor een gesprek en uh, toont zijn interesse in, in de ITP-groep waar het intussen IT-provider Lovatech en ook DVIT in Herpenmeer uh, gehuisvest zaten. Wij waren volop bezig aan de integratie van, uh, van die drie bedrijven um, en als ik zeg volop bezig, wil dat zeggen eh, net, net gestart. Uh -huh. um, en Strada klopt op de deur en zegt kijk, uh, wat dat jullie aan het doen zijn dat is nu exact hetgeen dat zou passen bij actie. Um, enerzijds Zien wij hè, een hoge kwaliteit bij jullie, uh, veel mensgerichtheid, hè, wat dat ook met de waarde van actie overeenkomt. Dus allee, we zien een fit in cultuur. Uh, jullie doen iets, KMO-markt, dat wij niet kennen bij actie, want wij hebben geen klanten onder de 200 werkplekken. En dat is ook een heel andere dynamiek tussen praten met een zaakvoerder of praten met een IT-manager van een IT-team. Uh, dus ja, goed, wij, wij hebben eigenlijk. Uh, uh, een, een stukje dat we missen in onze puzzel. En we, zouden dat graag, uh, we zien dat eigenlijk wel in jou, uh, in Bart, in, in het bedrijf, in de medewerkers. Uh, dus ja, zie je dat zitten om bij ons te komen. Voor mij klonk dat ergens als muziek in de oren, omdat ik uh, ergens ook wel wist. Hè, ik had ergens een exitplan in mijn hoofd. Van ja, goed, we gaan eerst zelf wat buy and build doen. Ik merkte dat dat toch iets trager ging dan dat ik in mijn hoofd uh, wilde. En dan dacht ik van: ja, goed, als je dan toch kijkt naar de markt die zeer stevig consolideert, waarom zouden dan niet mee uh, van voor in de in trein springen en, en niet zomaar uh, een beetje achterop hinken? Uh, dus voor mij was dat uh, ja, eigenlijk het pad dat ik voor mij zag: van, dat, dat is een prachtige scenario om IT-provider en, en die andere bedrijven mee daarin te klikken, uh, samen sterker te zijn, samen uh, echt de motor te zijn van die consolidatie in België. Uh, en dat zijn we sindsdien uh, voluit beginnen doen. En wat verandert er dan? Want eigenlijk ben je nu nog eens, als ik het zo mag cru uitdrukken, langs de kassa gegaan. Uh, is dat dan een overname, is dat een instapmodel? En wat verandert er nu concreet? Is het nu actie of heb je nog altijd je eigen groep? Ja, ehm... Um is inderdaad juist wat je zegt hè. dus wat voor mij een, er waren eigenlijk twee belangrijke zaken uh, in een transactie dat was één ik wou uh, voor een groot stuk kunnen doorrollen in het kapitaal van actie en dus eigenlijk uh, daar ook weer meerwaarde kunnen gaan creëren in de komende jaren hè. dat was uh, een belangrijke drijfveer om het te doen uh, een tweede drijfveer was vooral mijn, mijn eigen ding wat kunnen blijven doen want ik had al heel veel contacten gelegd met sectorgenoten maar ik merkte dat andere, conculega's van ons, eigenlijk zeer snel uh, de, de ziel uit een bedrijf uh, uitknijpen, de DNA eigenlijk wegsnijden en wilden vervangen door hun eigen DNA. En dat zag ik op dat moment niet echt zitten. Ik had zoiets van: ja, goed, ik wil die ITP-groep, of dat dan nu morgen actie noemde of niet, dat, dat is. Niet echt een zorg van mij. Maar ik wil vooral dat DNA beschermen. Ik wil vooral beschermen dat die medewerkers, die klanten die voor ons gekozen hebben, dat die effectief zich na die transactie ook goed blijven voelen. Want als die DNA wordt weggesneden of, of die ziel er wel wordt uitgeknepen, ben ik ervan overtuigd dat mensen vertrekken. En als de medewerkers beginnen te vertrekken, dan vertrekken ook de klanten. Uh -huh. uh, en dat wou ik eigenlijk echt graag uh, beschermen, omdat ik, ja, daar, daar zit de waarde daarvoor. Koop je eigenlijk een bedrijf? Dat is om, om dat verder te zien floreren. Dat is om samen schaalvoordelen te zoeken, synergieën te zoeken, cross- en upsell te creëren. Uh, allee, dat, dat moeten de drijvers zijn van een, van een echte goede groei op lange termijn. En dat was belangrijk voor mij. Ja, en terecht. Want nu draait het goed. Het gaat goed vooruit. Er is veel groei. Ik weet niet hoeveel omzet je nu aan het draaien bent, maar het zijn ettelijke miljoenen. Ja, ik denk dat we nu op uh, geconsolideerd in de, de actiegroep. Uh, dus zonder de software zitten wij ongeveer op 130 miljoen. Ja, Safa, hè? Ik dat ken mensen stevig, ik, ik, <laughs> ik ken organisaties die iets minder draaien. Dus dat is, dat is een stevige speler in de groep. Maar wat is nu de next step nog? De next step zal nu vooral. Want we hebben over de zomer zijn we eigenlijk verdubbeld. Hè. Uh, we hebben in de zomer uh, een heel aantal bedrijven bijgekocht binnen dan mijn uh, collega's en divisie, de enterprise afdeling. Ik ga je onderbreken. Sorry, ik ga je onderbreken. Ik heb dat gezien. Ik denk een maand geleden op LinkedIn, dat was hmm. non-stop, zelfs op één dag, drie posts van drie verschillende bedrijven die waren overgenomen. Dat was niet Top. normaal. Ik heb u sindsdien niet meer ja. gesproken, vandaar dat ik even onderbreek. Ja, ik heb nee, het gezien. Zijn ja. Telecom, wat was het nog? Dus uh, AM is een, een telecombedrijf. Uh, een van de grootste partners van, uh, van Proximus, ja, de Guy de Wachter. Ja, ja. Die is mee in onze groep gekomen. Dan de firma Sintori die bestaat uit Core ICT in Braschaat. En uh, NetLeaf uit uh, Timson, een, een cybersecurity speler. Dus die, uh, die zijn erbij gekomen. En uh, last but uh, absolutely not least is Spikes. Dat is uh, een, een echte Microsoft-expert. Uh, uh, tussen toch ook een, een 70, 80 uh, tal mensen, sterk. Uh, Hasselt in Antwerpen. En Spikes is uh, enkele jaren geleden nog de, de Worldwide Partner of the Year van Microsoft geweest. Goedendag. Uh, dus inderdaad, goeiedag. En allez, allemaal stuk voor stuk, want ik wil Spikes zeker niet voortrekken. Allemaal stuk voor stuk. Prachtige bedrijven, prachtige ondernemers. En wat ligt er nu voor ons? Dat is vooral om daar één groot geheel van te gaan maken. En als één actie naar buiten te komen en te zorgen dat we al die medewerkers, al die klanten uh, de service geven die ze, die ze verdienen. Ah, wel, dat is dat absoluut is... onze ambitie. Ja, dat ambitie. snap ik. Maar staan jullie dan zij aan zij, of sta... ben jij dan degene die dat tot een cohesie moet krijgen, die dat tot een geheel moet krijgen? Of is dat samen? Dat is samen, dat is teamwork. Dus wij okay. hebben voor het meer uh, laat ons dat procesmatige hè, een, een zogenaamde PMI-manager aangetrokken, Emanuel. Megatoffe collega, mega capabel, uh, komt van Deloitte, uh, heeft daar ook uh, heel wat watertjes doorzwommen. En ja, die, die gaat eigenlijk die processen deftig gaan analyseren, gaan kijken van hey, wat zijn hier de quick wins, uh, wat moeten we wel aanpakken, wat moeten we niet aanpakken. En daar komt toch ook weer het, het echte DNA van actie en. en ja, dat past 100% bij mijn DNA van IT-provider. Dat is dat mensgerichte. Daar wordt niet gelijk een bulldozer binnengereden van... Ja, en we gaan hier nu de vlaggen, de wimpels weghalen... ...en we gaan hier het nu eens doen op onze manier. Nee, dat wordt eigenlijk heel rustig beheerst, geluisterd, gekeken... ...nagedacht voordat we iets doen. En we zijn, en daar moeten we ook eerlijk in zijn... ...aan zo'n snelle snelheid aan het werken... Uh, dat, het, uh, dat, ja, dat de change heel brusk is, maar wel heel mensgericht. En uh, dat is een, een van mijn taken, ook, om uh, ja, te zorgen dat dat doorheen de, de, de verschillende filialen, doorheen heel het bedrijf uh, beschermd blijft. Ja, want je bent nu wel iemand die in de een van de grotere organisaties zit, die hier al heeft meegedaan. Ik heb ook Google en Facebook gehad, maar zelfs die waren niet zo groot in België. Um, het lijkt mij niet makkelijk om telkens het DNA over te zetten op nieuwe mensen, nieuwe zaakvoerders vooral, die soms heel hun leven lang gewoon zijn geweest. Ik weet niet, de Guy is toch al wat, wat leeftijd. Uh, ik haal hem er nu uit omdat ik hem ken, uh, maar die bijvoorbeeld 30 jaar zijn eigen zaak heeft gehad. Het moet niet makkelijk zijn om iedereen op dezelfde lijn te krijgen, in dezelfde richting. En ik vraag me af wat de moeilijkheid is om dat allemaal tot een geheel te krijgen. Los van het feit dat iedereen zijn eigen karakter heeft, natuurlijk. Ik denk dat de grootste moeilijkheid, maar misschien tegelijkertijd dan ook de grootste opportuniteit is, is om met al die mensen die om eender welke reden, hè, in mijn geval was dat die, die consolidatie mee aanvuren, bij de GI was dat een beetje een wissel op de macht en niet echt een, een opvolger hebben klaarzitten. En zo heeft ieder zijn reden om zich aan te sluiten bij onze groep. Mm -hmm. En elke reden is goed. Maar wat wij vooral proberen te achterhalen is van, jongens, hoe kunnen wij nu samen meer gaan doen? En vooral, hoe kunnen wij onze culturen op elkaar gaan afstemmen? Want elk bedrijfje heeft zijn eigen cultuur. Bij de ene wordt er bij wijze van spreken vrijdagmiddag gekikkerd om 16 uur met een pint bier erbij. In een ander bedrijf is het allemaal iets gestijver. Um, is dat een cultuur? Nee, een cultuur is, is niet alleen hetgeen dat je ziet, maar ook hetgeen dat je voelt als je daar een stap binnen zet. En dat gaat volgens mij nu de uitdaging zijn van hoe kunnen wij die culturen een beetje gaan in de mixer duwen en zorgen dat daar een cultuur uitkomt waar iedereen zijn eigen goed bij voelt. Ja. Ik vergelijk dat soms een beetje met ja, de migratieproblematiek die wij, uh, waar we al vele decennia over spreken. Heel veel mensen van andere culturen zijn naar ons land gekomen en je kunt daar ofwel heel hard tegen zijn en zeggen: van oh nee, dat willen we niet. Maar het is nu eenmaal een maatschappelijke tendens dat we dat niet gewoon kunnen omkeren. En daar geloof ik heel sterk in: Ja, als die mensen zich wat openzetten naar ons en wij naar hen, dan gaan we er samen wel ergens uit geraken. En wel iets moois van kunnen maken. Ja, en dat klopt. is toch hetgeen dat wij met actie willen doen. Ja. Terwijl ik de vraag er juist aan het stellen was, dacht ik: ja, dat wordt op voorhand ook wel een beetje afgetoetst, waarschijnlijk. Uiteraard. Ja, uiteraard. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Als wij voelen dat we. Met uh, een compleet andere cultuur aan tafel zitten, ja. Ja, dan uh, gaan we er niet voort mee. Nee, nee dat snap ik. Oké, okay, Bart, uh, jij persoonlijk als ondernemer, hoe, hoe ziet tegenwoordig je een dag er eigenlijk uit? Gemiddeld, want oh, ik dat weet is... dat je af en toe in de zon zit. <laughs> dat is heel divers. Dat is, nee, het is goed dat je dat zegt, maar dat is heel divers. Uh, inderdaad, ik, uh, ik steek daar niet onder stoel of bank. En ik... Ik reis graag en uh, ik maak wat tijd voor mijn gezin, maar ik denk dat dat bij iedereen zo is: uh, ondernemer of niet. Uh, zeker, na al die laatst... jaren, zeker na al die jaren non-stop werken. Dus ik denk dat ja, iedereen daar begrip voor heeft. Absoluut, ja. Maar um, tegelijkertijd heb ik ook, vooral in die journey als ondernemer, gevoeld dat het uh, niet alleen maar dat werken moet zijn. Uiteraard moet je hard je best doen. Hè. Ik heb daarnet een hele discussie hier met mijn jongste zoon aan tafel gehad, die uh, niet begrijpt dat je voor goede punten op school iets moet doen, en dat dat niet vanzelf zal gaan. <laughs> um, dus uiteraard moet er gewerkt worden, maar er moet vooral ook slim gewerkt worden. En er moet vooral... Er is heel veel kracht uh, in je team, en heel veel kracht bij, bij mensen rondom jou. Uh, en... De truc bestaat er eigenlijk in om de juiste mensen op de juiste plekken te zetten, die competenties goed in te schatten en vooral die mensen hun ding wat te laten doen. Um je daar nu achter zoeken dat ik niks niet meer doe, absoluut nee, niet. Nee, mijn nee. dag is, uh, is zeer goed gevuld, maar, maar is zeer divers. Uh, dat kan gaan van. Uh, daar straks heb ik met Matthias van IT-provider Tielt de nieuwe prospect uh, gaan bezoeken. Uh, heel mooi bedrijf uh, in de haven van Gent, prachtig bedrijf uh, die op zoek zijn naar een IT-partner en uh, ik heb die mensen leren kennen op een, op een oldtimer rally in het buitenland. En, uh, ja zo tussen pot en pint kwam de vraag van oh, uh, oh jij doet IT en en wat juist en daarmee dat ik zeg ja dat netwerk is heel cruciaal oh ja. um, want op den duur kende heel veel mensen en hebde wel voor iedereen een oplossing klaar zitten um, dus mijn dag bestaat vooral uit heel veel interacties met mensen uh, op verschillende niveaus ja maar is dat nog gestructureerd ik bedoel uh, heb je geen een agenda die vol staat voor de komende dagen weken of ja. is dat eerder van, voilà, vandaag reik ik eens naar uh, IT-provider Tilt, uh, als het dan nog is. En we ja. gaan kijken hoe we Matthias kunnen helpen, of we gaan kijken hoe we meer structuur daar kunnen brengen. Of is het echt afgeleid voor de komende weken? Ik, ik probeer het mij voor te stellen dat jij echt op een ander level aan het spelen bent nu. Hè? Dat mag ik wel zeggen. Vooral. Um, ik, ik, ik voel me nog altijd uh, dezelfde Bart. Die uh, dat is ook met jou samen. Ja, maar dat, in, de, in de interactie tussen ons is dat ook zo. Je bent niks veranderd. Ja, maar je nee. speelt gewoon nu op een ander level. Die oldtimer rally waar we aan het netwerken zijn. Ja, dat, dat was vroeger KV Michela waar dat we pint gingen drinken. Bij wijze van spreken. We um, oh, dat doen we ook nog hoor. Ja, yeah, I, know, I know. Maar als je in de businessclub van, van, van Marakoeken zit. Uh, die in een clubje rond hem heeft. dan zit op een ander niveau te praten. En eigenlijk non-stop te netwerken, dan wanneer dat je inderdaad nog altijd een biljarke gaat doen. Ik zeg maar iets. Het is, je bent niet veranderd, absoluut niet. Ik zou het te zeggen als het zo was, dat weet je ook. Maar je speelt ja. gewoon op een ander level. Punt. Ja, maar nogmaals, opnieuw. Ik, ik kan niet zeggen dat mijn agenda uh, volgepropt wordt met, met meetings. Ik, ik denk dat ik dat ook uh, als mens niet zo goed zou kunnen verdragen. Het is niet dat ik een personal assistant heb die uh, een hele dag uh, mij van d meeting in de andere doet doe belanden. Dat zou ik ook niet zo, zo heel fijn vinden, denk ik. Uh -huh. um, maar het is een, een mooi samenspel. Een mooi samenspel van... Uh, zowel mijn, mijn, hey, mijn, mijn collega's Matthias, Arno, David hey, die aansturen, hey, vanmorgen hebben wij een management meeting gehad, die was een beetje voorbereid door mij. Van, dit is een agenda, dat zijn de punten die we echt moeten bespreken, uh, en waar dat we beslissingen over moeten nemen. Uh, die mensen hadden onderling de voorbije twee, drie weken ook al samengezeten en al heel wat voorbereid. Uh, er is een nieuw marketingplan door een, een medewerker van IT-provider Tielt, die, die ja, heel gebeten is door marketing. Die heeft een prachtige presentatie gemaakt van: ja, ik denk dat we qua marketing uh, nieuwe services moeten uitvoeren. Uh, die heeft dan naar ons gepitcht en allee, dat was prachtig. Ik heb uh, daarna met Koen, hè, Koen Kassiman, nog even aan tafel gezeten tijdens een lunch en gezegd: Man, ja, dit is geweldig. Uh, dat dat uit de koker komt. Allee, ik heb er alle, alle respect voor en hoedje je hoe dat jij dat hier aanpakt. Ja. En die antwoorden eigenlijk: van ja Bart. Ik ben vooral heel blij dat ik die kans krijg. dat ik hier mijn IT-supportwerk en, en wat projectjes mag gaan mixen met, met marketing, wat mijn tweede passie is. Die man heeft ook nog lesgegeven in de Adobe Creative Suite aan de universiteit. Dus allee, die weet wel waar dat mee bezig is. Maar toch had hij gekozen voor een carrièreswitch naar IT. en niet naar een grafisch bureau bijvoorbeeld. Um, dus allee, die interacties, ja, daar, daar geniet ik van hè. Mm. en dan uh, een uur later hadden we onze CFO aan de lijn die zei, oh, we zitten toch met een aantal issues in onze rapportering en die moeten eigenlijk echt dringend voorgepakt worden um, dus ja dan pak ik mijn telefoon en probeer ik mee om die kaart te trekken om die kleine euro's die links en rechts verkeerd zitten in de reporting, om die mee goed te trekken uh, en dat is het uiteindelijk, het is, het is teamwork ieder, ieder op zijn eigen niveau en ieder met zijn eigen competentie uh, maar ik voel mij eigenlijk niet, uh, niet, niet anders dan, dan vroeger. Het, het werk is misschien een klein beetje veranderd en de intensiteit uh, soms ook, maar het is niet dat er, uh, dat er zo echt veel veranderd is. Nee. Het klinkt nog altijd als heel afwisselend, dus nog altijd heel fijn om te doen. Absoluut. Ja. ja, ik krijg elke dag meer en meer energie zelfs. Super. Word jij heel hard geholpen door AI of zie jij een hele grote shift door AI op dit moment? nu dat je toch aan de bron zit. Uh, iets, iets te weinig nog naar me aanvoelen. vorige week was ik in Berlijn met mijn collega Geert en uh, gingen we naar het Canalis Forum. Hè. dat is zo een, een jaarlijkse hoogmis. Uh, voor het kanaal, he, de, de resellers, de, de distributeurs zijn daar, he, dat zijn wereldbedrijven. Mm. Uh, heel veel vendoren uh, staan daar van voor op een podium met de nodige licht en show. Uh, voor een zaal van een duizendtal uh, mensen zoals ik uh, uit te leggen van ja, wat hebben we nu gezien in de afgelopen twaalf maanden, wat zijn de cijfers. He? Daar zien we toch dat de IT-markt lichtjes gedaald is op alle niveaus. Door ja, de economische malaise, waar we toch een beetje in zitten. Na, na COVID. Um, en wat zijn de voorspellingen vooral naar volgend jaar toe uh, en misschien binnen twee jaar in 2026? Uh, daar kregen wij toch het opbeurende nieuws dat er uh, toch wel een beetje teruggroei gaat zijn. Hè? Want uh, vorig jaar was, was er een, een kleine lichte daling. En dat was de eerste keer in decennia dat de dat mm -hmm. IT-markt uh, achteruit gegaan was. Uh, nooit gebeurd eigenlijk. Um, dus volgend jaar zouden we terug mee een beetje groei kunnen aanknopen. Maar eigenlijk was de hamvraag hè, en de hype van het congres: was AI. Uh, en vooral bij de, de, de kleinere ondernemers, de kleinere bedrijven, waar ik mezelf nog altijd bij reken, hè, zeker op, op wereldvlak dan. Um, ja, zitten wij met een, met een gevoel van: allee, die AI, er wordt hier nu overal gesproken. Wij zien die NVIDIA en AMD-koers door tak gaan. Um, maar we zien het niet, we voelen het niet op de vloer. Um, uiteraard zeggen die grote vendoren allemaal: van ja, onze, onze PC's, onze laptops uh, staan klaar in de, in de fabrieken met de chips, met de AI-chips erin. Um, maar eigenlijk was toch wel de consensus: van het gaat komen, dat is zeker. Um, maar het gaat nog een beetje tijd vergen. Hè. Er gaan nog applicaties moeten geschreven worden, en 9 op 10 zijn die in finale fase, maar okay. die eigenlijk echt aan ons KMO laten voelen: van oké, okay, dit, dit is hier een efficiëntieverbetering, en dan gaan we het echt losbreken. Okay. Uh, er was iemand on stage die het eigenlijk vergeleek met uh, het internet in de early days. Die zei ja, begin jaren 90, die kleine modemkes die daar die stonden te pruttelen: iedereen voelde van dit is, dit is de hype, dit gaat het zijn, maar dat heeft ook een heel aantal jaren geduurd eer dat het echt losbrak. Maar eens dat dan vertrokken is, ja, dan is het ook niet meer uh, tegen te houden. En dat zal met AI ook zo zijn. Oh ja. ik, ik, ik maak me een beetje zorgen om de hele, hele vele AI-bedrijfjes, vooral hier in België, dat ik zie opgestart worden, die zot gefund worden, waar, waar echt cash naar gaat. En ik heb er zelfs al gezien die na een paar maanden gewoon terug radicaal failliet zijn. Op een paar maanden. Um, ja. Wat is volgens jou. Je hebt daar misschien geen antwoord op, hè? Maar wat zouden de mogelijke stappen in AI zijn? Wat zou er volgens jou als eerste aankomen om een KMO efficiënter te laten werken? Heb je daar een idee van? Het is dat pure zelfinteresse, eigenlijk. Puur zelfinteresse. Ik denk wat Microsoft bijvoorbeeld met een co-pilot aan het doen is. Ja? Dat is heel mooi. Dat is eigenlijk de, de office-suite die ze toch al hebben. Waar wij allemaal, jij en ik, al dertig al jaar in aan het travakken zijn. In Word, in Excel, in Outlook. Als we die... Want daar steken toch heel veel mensen heel veel tijd van hun dag in. Als we die processen wat kunnen efficiënter maken, dat er tekstjes uitrollen die, die, die slimmer zijn, die, waar we niet een half uur over moeten nadenken voordat we het hebben neergeschreven, als dat bij wijze van spreken met een vingerknip kan... Dat is al een eerste mooie toepassing. Dus daar zie ik sowieso in het komende jaar wel wat tractie op komen. Wacht, want nu moet ik daarna... veel denken: dat is ChatGPT, of niet? Ja, ja ChatGPT, daar is het mee begonnen. Ah, ja, okay. Copilot van Microsoft is eigenlijk hetzelfde als ChatGPT. De motor eronder is zelfs, volgens mij, Zo. quasi dezelfde. Maar het grote verschil is: ChatGPT gaat alle data die je erin steekt verwerken. En is dus even goed voor uw con beschikbaar. Ja, okay, ik uh, Microsoft gaat de data die je daarin putt, effectief wel privaat houden voor jou. Okay. Hey, als jij er morgen uw in draait, dan moet je niet de schrik hebben dat uw con uh, diezelfde okay. data kan, uh, kan gebruiken. Het is uw interne ChatGPT van uw bedrijf. Oké, okay, en wat ja, ging je daarna klopt, zeggen? Want ik onderbrak klopt. u, sorry. Nu erg, nu erg. Uh, wat ik ging daarna zeggen is, ja, één, dus dat Microsoft-stuk, Microsoft is daar uh, heel sterk in uh, en zal dat volgens mij ook wel blijven, maar los daarvan, hetgeen dat ik daar straks zei, dat is die kleine AI-bedrijfjes die je nu benoemt, oké, okay, dat wordt nu gefund, maar vooral gefund vanuit een hype. Uh -huh. Zolang dat die niet kunnen een effectieve uh, meerwaarde aantonen en effectief een, een klantenbestand kunnen aantonen, ja, is het eigenlijk maar koffie die kijken of dat er iets van komt of niet. Dus, ik ben ervan overtuigd dat er vele zullen falen, dat er veel geld verbrand zal worden, maar dat er ook wel een aantal gaan zijn die echt op een goed idee zitten, die effectief in de execution kunnen komen en zeggen van voilà, we hebben klanten, we hebben medewerkers, we hebben hier een werkend product en dat gaan de, dat gaan de Googles van morgen worden. Ja. En dat gaan de Facebooken van morgen worden. Ja, Absoluut. Hoor ik u ook zeggen, ik, <laughs> ik ga het gewoon droppen hoor. Hoor ik u ook zeggen, dan is het gedaan met Google en Facebook? Dat hoor je mij niet zeggen, want die uh, zijn zo uh, rich en, en, en wel loaded, die bedrijven. Ja, dat die vanaf dat ze zien en die houden me in een radar zeer goed die markt ja. uh, in het oog, dan kopen die dat gewoon. Ja. Allee, uh, ze hebben daar het geld. Ja, ze, hebben, voilà, ze hebben het geld. Uh, WhatsApp, uh, Instagram. Alle tools die jij en ik dag dagelijks nu gebruiken zijn intussen eigendom van Meta. Ja. Uh, Google met een Android-telefoon hier. Allee, dat is allemaal Google. Dus die grote. Uh, mastodonten, ja, die gaan blijven kopen. Die gaan blijven innovatie omarmen. Uh, die hebben ook de fondsen om, uh, om te kopen. Dus uh, ik verwacht niet dat die bedrijven uh, nee. morgen gaan ingeruild worden. Nee. Ik denk dat niet. Nee, snap ik. Oké, okay. Bart. Ik heb hier onlangs uh, iets gestart. En ik. Uh... Ik ben die vraag ondertussen al zeven keer vergeten. Dus ik, ik laat altijd de vorige gast een vraag stellen aan de volgende gast. zonder dat hij of zij weet wie het is. Eh, maar nu heb ik dat toevallig wel eens opgeschreven, zeg. Dus ik kan het gewoon uitvoeren zoals voorzien. Ik ben eigenlijk mijn eigen ChatGPT-antwoorden. Bon, uh, de vraag ging over connecti connecting the dots. Ken je dat? Het uh, Steve Jobs geheel? Baag. Vaag. Baag. Dus eigenlijk is de vraag: ja. van als jij terugblikt op zaken die vooral in je carrière vooral negatiever waren, aan de negatievere kant. Zie je daar een rode lijn of een connectie in? Heb jij iets geleerd uit alle minder goede... Het is eigenlijk een heel negatieve vraag van Zaina. Maar bon, van al de negatieve zaken, zie je daar iets van rode lijn of connectie in waar dat je dan hebt uit kunnen leren naar de toekomst? Uh, zeer goede vraag. Um, dan moet je Zaina bedanken. Ja, dat kan ik doen. Of geef jij mij Ja, het is met deze. felicitaties. Ja. Ja, ik heb eigenlijk, uiteraard, negatieve dingen meegemaakt, maar waar dat ik. En dat heb ik misschien wel ergens van Steve Jobs. Want ik heb ooit zo'n boek gelezen. Mm -hmm. um, vond ik een heel, heel interessant boek trouwens. Om eigenlijk continu zo snel mogelijk naar een positieve mindset te gaan. En als ik terugkijk op mijn carrière de Momenten dat het niet snel genoeg gegaan is, of dat ik achteraf dacht van goh ja, dit had nu eigenlijk echt wel uh, die 100 meter hadden kunnen spurten in 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 vijf seconden in plaats van tien, dan zal het vooral zijn net iets te lang bij in, in die negatieve gedachten blijven hangen. Um, dus zo snel mogelijk naar 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 iets positief kijken en eigenlijk ja, het, pro, het probleem of, of de issue die op tafel ligt aanpakken uh, en vooral niet alleen in een positieve mindset, maar vooral met mensen. Niet alles proberen zelf op te lossen, maar vooral uh, mensen rondom mij verzamelen waar dat ik kon op vertrouwen, waar dat ik kan op vertrouwen, waar dat ik kan zeggen: van kijk, ik steek dat bij hem in zijn hok en ik weet zeker met mijn ogen toe dat dat er deftig gaat uitkomen. Dus ja. Niet gemakkelijk, dat is het. Nee, niet gemakkelijk, maar uh, zoals dat iedereen zijn talent heeft, uh, voel ik ergens aan dat dat, uh, dat, dat mijn talent is om. Uh, ja, ergens enerzijds vertrouwen te hebben in mensen. Heel veel, heel veel vertrouwen geven, heel veel kennis delen. En ja, dat heeft mij gebracht tot waar ik nu vandaag sta. Uh, de mensen die het vertrouwen beschaamd hebben, dat zijn er niet zoveel. Uh, dus dat wil ergens toch zeggen dat ik uh, in het goede van de mens mag blijven geloven. Hele mooie woorden. Zeg Bart, bedankt voor een hele goede reactie op die vraag. Heb je zelf ook een vraag voor de volgende gast? Dat is een moeilijke. <laughs> Stel dan ja. misschien eens de vraag, hè, om in, in die AI-sfeer te blijven, van, ja, AI, hoe bekijk jij dat vanuit je eigen business? Wat doe je daar vandaag al mee? En wat denk je er nog mee te kunnen gaan doen? Oh, oh Rus, wacht Vanuit uw business, ik ben aan het noteren. Ik zou dit ja, kunnen ja. terugluisteren en daarna noteren. Ja, goed. Voilà. Ik stel hem dan drie vragen, Bart. Hè, <laughs> uh, rebel. Maar dat ga ik zeker of haar. Ik weet niet wie er de volgende keer komt. Ik heb hem niet gezien. Maar dat is een goede vraag. Um, ook iets dat heel veel mensen interesseert, denk ik. Ikzelf ik gebruik ChatGPT heel vaak. Uh, heb ik door. Um, en ik zelf besef ook niet altijd wanneer er iets AI is. Heb ik ook door. Ja. Want gelijk een ja. Siri of een. Of, ja, alles is tegenwoordig AI. Dus ik denk dat het al meer geïntegreerd is dan we denken. Alleen ja, die echte nieuwe snufjes, die uh, zijn gewoon nog hip en trendy. Maar binnen een jaar gebruiken we dat gewoon dagelijks. Ja, maar juist. Ja. Ik heb nog een hele goede waarmee ik eigenlijk altijd afsluit. Maar dat is een vraag die ik zo belangrijk vind. En ik hoop dat je er nog niet hebt over nagedacht, dat je gewoon uit de losse pols kan antwoorden. Welke tip geef je aan jezelf als je vandaag terug mocht starten? De tip die ik aan mezelf geef als ik terug zou starten, zou vooral die positieve mindset zijn. En zeggen: Van kijk, je staat hier voor een traject, Bart. dat hobbelig gaat zijn, dat lastig gaat zijn, dat succes gaat brengen, maar dat is zeker geen garantie. Um, dus wat er nu ook komt, hè, welke vijand dat ook achter de deur staat als je de deur open doet, zet u zo snel mogelijk in een positieve mindset uh, en pak het zo snel mogelijk hier aan. Huh. Ik denk dat dat mij nog, nog sneller had gebracht naar, uh, naar mijn doel, mocht ik uh, ja, die tip gekregen hebben. Dat heeft, heeft me eigenlijk een aantal jaar struggelen gegeven om, om dat echt te kunnen doen. En ben je veel vijanden tegengekomen? Nee, nee, absoluut niet. Maar wat is even goede vijand? Uh, dat is uh, een avond goed gaan doorzakken op de voetbal. Uh, een pint of tien uh, drinken en thuiskomen. Uh, ja, en s'morgens thuis niet uit je bed geraken. En die ja. en fris en niet monter zijn. En niet, er, niet, er niet echt op zitten. En dat is leuk dat dat een keer gebeurt. Maar uh, dat, dat is bijvoorbeeld een, een vijand. Die, die ja. moet je links en rechts proberen in De weg naar succes te, te, te vermijden. Dat mag nog eens gebeuren, hè? want we zijn allemaal mensen. Hè? Ja. Maar uh, als dat uh, week in, week uit, dag in, dag uit gebeurt, ja, dan, dan gaat er niet veel van terechtkomen. Nee, zo had ik het niet bezien, dat is inderdaad waar. Nu, uw antwoord telt niet, want je had het gaat er juist al gezegd, dus ik wil een ander antwoord. <laughs> een ander antwoord. Ik vond het een goeie antwoord, uiteraard, maar het slaat te hard aan bij de vorige. Dus, bij de vorige vraag. Ik zal dat is een Ik zal een andere vraag stellen. Welke type en het mag dan weer niet over die uh, positieve mindset gaan, uh, geef je aan vandaag startende ondernemers? Doorzetting. Voilà. Doorzetting. Okay. Eigenlijk, eigenlijk uh, als ik, als ik uh, mensen tegenkom die zeggen oh, ik zit op een goed idee uh, te broeden, uh, maar als zou ik de sprong wagen, want ik heb hier wel een prachtige job een goed, en een auto, dan uh, ja, kan ik wel klanten vinden, dan ik wel medewerkers vinden, dan zeg ik altijd, zit gewoon door. Want... Dat is ook hetgeen dat ik zelf heb gedaan. Ik heb op een bepaald moment de, de unieke kans gekregen om mee in IT-provider te, te springen. En ik heb eigenlijk ook mijn gouden kooi uh, wat verlaten. En, en het, hetgeen dat ik kende, hetgeen dat day-in, day-out hetzelfde was, toch durven zeggen en durven doorzetten van nee, we gaan hier een andere weg in, want ik voel diep van binnen dat dat... Iets is dat mij triggert, dat mijn enthousiasme al wakkert. Dus ik ga dat gewoon doen. Okay. Dus dat zou mijn tip zijn aan een, aan een jonge starter: van zet, zet door. Eens dat je voelt dat je op een goed idee broedt, zet gewoon door. Ja. En twijfelt niet. Okay. Full, full force, de gas, volledig indrukken. Zelf, so, dat is een goeie. Klein disclaimer: wel nauw geïnformeerd hebben of het kan. Want eh, <laughs> tegenwoordig springt iedereen zomaar ergens op. Heb jij het gevoel, Bart, dat je alles hebt kunnen vertellen? Toen we spraken over de podcast, nee. vertel. Nee, ik uh, wou vooral, maar uh, het gesprek was ineens uh, op gang geschoten en, en we waren weg uh, in onze journey. Ik wou vooral vragen dat het met u is. <laughs> uh, uh, moe, 10 kilo te zwaar en mijn oog is ontstoken. Maar ik ben zo blij dat ik u gezien heb. Kijk, dat is <laughs> toch ook goed <laughs> Nee, goed goed goed, 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 goed. Ik zit nu. Uh, ik ben heel veel bezig met de Belgische ondernemers. Ik zit in een marketingbedrijf uh, als salesmanager slash. Een stukje van nood. Dus uh, het, het gaat weer uh, helemaal zoals ik het wil. Um, Prachtig. En ik amuseer mij weer heel hard, uh, weer heel hard met de podcast en met, met eigenlijk gewoon netwerken en heel veel info van ondernemers zoals jij krijgen. Dat is eigenlijk mijn lange leven. Luisteren naar mensen, heel veel informatie opdoen en dan ooit ergens gebruiken. Hm. Prachtig. prachtig ik vind het een prachtig verhaal. Ik vind het een prachtig verhaal en ik ben uh, echt heel, heel vereerd dat je mij uh, vroeg voor uh, de podcast. Want uh, ik volg het zo via de social, ik, ik beluister niet elke aflevering, maar uh, ik denk dat ik daar wel eens werk van ga maken, want ik zit ook veel in een auto. Uh, dus en ik begin zo wat meer en meer podcasten te ontdekken. Mm -hmm. uh, dus ik ga daar wat tijd in steken om die, van, die afleveringen. Ik hoor nu er straks zeggen 77. Ja. Dat is al zeker niet min. Uh, ik vond het echt een hele eer dat ik mee mocht. Uh Opdraven ja, vind ik heel, heel leuk, dank u wel. En ik hou u verantwoordelijk voor uw daden. Elke dag wil ik een foto zien van een andere podcast van ons die je beluistert. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik, <laughs> uh, ik wil even zeggen: in het begin was de kwaliteit veel minder dan, dan wat ze nu is, maar ja, iedereen heeft een leerproces zeker. Uh, het is autodidactisch ook, dus ik heb nooit, uh, enfin, ik heb het allemaal zelf geleerd en gedaan. Dus ik vind het heel fijn dat je dat eens aan mij vraagt en dat ik dat eens mag toelichten van u. Bedankt, Bart. Ik ga even afscheid nemen van de, de kijker en de luisteraar. En uh, ik ben zo dadelijk bij jou terug. Voilà, iedereen. Dank u om deze fantastische aflevering. Ik zal het zelf maar zeggen, want het is ook zo uit te luisteren of te kijken. Je kan de Belgische ondernemers uh, mij volgen op Instagram: Belgischeondernemers. Op YouTube, op Spotify. Op iTunes, LinkedIn, Facebook. Kies maar. Ik heb zelfs een TikTok aangemaakt van de week. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik voel mij heel oud, maar ik ben social engaged. Of zoiets. Dus bedankt en uh, allemaal tot de volgende keer. Bart, bedankt om erbij te zijn en ik uh, hoop dat je verder kan groeien en, en uh, consolideren met de bedrijven die jullie nu zijn, uh, zijn aan het overnemen of aan het integreren. En ik wens u natuurlijk heel veel succes. Ik uh, moet niet tot ooit zeggen, want wij zien elkaar binnenkort wel eens, denk ik, voor, uh, voor dat pintje. Maar ik wil u heel erg bedanken voor uw fantastische bijdrage en uh, ook online. Ontape, oprecht veel succes toewijzen. Dikke merci. Voilà iedereen, tot een volgende keer.